Yo, kijkers van JVVDMTP, vandaag een gloednieuwe video. Vandaag gaan we Tony Starkbouw van Iron Man bekijken. Ik zeg, let's go. Ja mensen, we zijn hier in het o zo mooie, niet Mindtopia, maar in het o zo mooie Tony Stark ding, gebouw, villa-achtig iets. Ja mensen, we gaan het vandaag bekijken en ik heb hier een mooie Boschie ding. Maar we gaan het rustig bekijken, we gaan alles mooi bekijken. Ja, echt vet, ik heb er echt zin in. Ik ben zelf al een paar keer naar binnen gegaan, maar ik heb nog niet alles bekeken. Dus daarom dat ik het samen met jullie ga doen. Dus we schieten hier even en we gaan meteen beginnen. We gaan meteen de ingang in, de deur staat nog open. Normaal gezien gaat deze dicht zoals jullie zien. Deze deur gaat gewoon dicht en terug open als je wilt. Zo, nice. Dan komen we binnen. Ik heb ook de texture pack zoals jullie zien gedownload. Hier heb je een mooie painting. Dan kan je hier heb je nog een hele gang. Maar daar is niet veel. Hier is nog een, ik denk iets van vuur. Ja, hier ben ik al geweest. Hierboven heb je ook nog iets leeg. Daar kunnen we ook wel even naartoe gaan. Hier heb je mooi uitzicht op je tuin. Op je helipad. En je kan hier gewoon nog liggen en naar boven kijken. Maar voor de rest is hier niet veel. Maar er zijn nog wel nice dingen, mensen. Maar dat gaan we vandaag in deze video kijken. Dus we gaan even lopen naar daar. Zo mensen, dan zijn we terug hier bij de ingang. Dan gaan we meteen naar hier. En ja, deze is ook iets wat me opviel. Hier lichten. En ja, hier zie je het niet zo goed. Maar deze lichten gaan uit en aan. Dus we gaan even ergens naartoe waar je het beter kan zien. Hier heb je lichten. Kijk, je kan ze uitzetten. En je kan ze inderdaad aanzetten. Dan veranderen deze blokjes in andere blokjes. Dus wat zou er gebeuren als ik dit blokje nu kapot slaag en het dan doe? Zou dat blokje dan terugkomen? Ja mensen, en als ik dat nu doe, komt dat blokje dan ook terug? Ja. Dus ik kan hier gewoon al die lampen kapot slaan en ik kan ze gewoon terug laten komen. Ja, gewoon omdat dat met die common blocks zo is. Dus dat is wel leuk. Maar we gaan terug de lichten gewoon aanzetten. Zo, dan gaan we verder kijken. Hier heb je nog een mooi vuurtje, alsof ze al niet genoeg vuur hebben. Hier kan je terug naar buiten. Stel je voor, dit is jouw huis in Mindtopia, in Malibu bijvoorbeeld. En je zit hier lekker te liggen. Wauw mensen, als je zo'n huis hebt. Wauw, als je dit gewoon in Mindtopia kan hebben, iets met redstone en al. Hoe vet zou het zijn, maar dit huis is gewoon echt te vet. Hier heb je dan nog een boompje bij water. Ja, alsof het gewoon normaal is. Dat is een normaalste zaak. Ja, hier zijn we dan weer in de keuken. Hier een mooi gasfornuis, of hoe noemt dat, een furnus. Ja, deze zouden ze beter in Mindtopia gebruiken. Die zien er zo een beetje realistischer uit. Maar oké, dan gaan we naar hier. Op deze trap gaan we dan even. En dan hier heb je gewoon nog een paar stoeltjes. Gewoon even, ja, als je verveelt, ga je daarin zitten. Hier heb je dan nog iets. Wat is dit? Nog een gang met wat paintings. Van Iron Man zelf. Oei, en dat vlieg ik per ongeluk. Dan kom je hier. Wat is dit? Hier gewoon een sauna. Alsof het niks is, mensen. Alsof het niks is. Hier een... als het werkt. Dit werkt niet precies. Deze ook niet. Oké, maakt niet uit. Wat is dit? Wat is dit? I don't know wat dit is. Hier heb je dan nog een zwembad. Maar een heel raar zwembad. Maar ja, oké. Dat was zo'n beetje alles hier. Dan heb je hier nog een mooi zwembad. Waar je echt niet kan zwemmen. We kunnen wel een beetje met Iron pakje gaan zwemmen. Maar ja, hier heb je een... Ja, zie je hem al zwemmen? Ja, daar heb ik niet veel zin in. Dus we gaan gewoon terug door de deur. Want ik zag daar net ook al iets buiten de video. Dat er ergens garages waren. Of nee, hoe noemt het? Liften. Dus die liften ga ik even zoeken. Want ik had die er juist ook gezien. Ja, zo, de liften zijn gevonden. Waar is dit? Nou, dit is niks, denk ik. Oké. Dan living room, garage. De garage lijkt me het beste, want daar staan auto's. Dus daar gaan we even naartoe. We gaan even kijken. Zo mensen, zoals je ziet, we zijn nu in de garage. Dit is... Oh man, mensen. Je hebt hier gewoon zieke auto's, mensen. Hier al meteen een dikke auto. Hier ook al een dikke auto. Hier ook een dikke auto. Ja. Oh, echt mensen, zo vet. En dan heb je hier ook nog een auto. En wat, hier kan je in. Mensen, oh, wacht, even kijken of we... Ja mensen, ik kan hierin. Even kijken of we ook ermee kunnen rijden. Nee, we kunnen er niet meer rijden, zo te zien. Maar vet, je kan er ook gewoon instappen. Ik vind het leuk. Hier heb je dan ook van alles, ja, een beetje versieringen en zo. Dan gaan we nu via hier naar boven.
Wat is hier? Hier zijn we terug in de living. Wacht, dan gaan we even terug naar de lift. Zo. Dan gaan we terug naar de... Oh, mensen, hier zijn ook nog pakjes. Waarom pakken we dit pakje niet even mee? We doen even dit kapot. We doen even dit in onze inventory. Even pikken. En we hangen dit op. Om het toch een beetje nog goed te houden. En dan doen we dit pakje even aan. Mijn hoofd wil ik wel blijven zien, dus dat doen we gewoon. Zo, daarna gaan we nu zo, boom, hier opstaan en dan vliegen we, boom. Nee. Dan zie ik hier nog iets, een trap. Hier ben ik zelf nog niet geweest. Dus zeer nice, ik zie al meteen allemaal dinges. Is dit iets? Nee, dat is niks. Oké. De wolk is... Oh my god, mensen. De wolk zit in de weg. Maar we springen gewoon, boom. Oké, nice. Mensen, dit is de grot waar al die pakjes... Oh, dit ziet echt vet uit. Jammer dat alle pakjes niet werken, want... Ladder werkt precies niet. Dat is wel echt jammer. Maar het ziet er vet uit, mensen. Stel je voor, je hebt dit gewoon in Mytopia. Als je even rijk bent als mij, kan je dit gewoon laten bouwen, kappa. Maar volgens mij, als je zegt tegen de bouwers, ik wil dit in mijn... Dit als kelder. Denk wel dat ze het bouwen. En kijk, mensen, dit is steen. Dat kost gewoon echt niet veel. Dus je zou dit gewoon in Mytopia kunnen laten bouwen. Misschien moet ik dit wel laten bouwen ooit. Hoe vet zou het zijn als ik dit laat bouwen? Zo helemaal het Tony Stark gebouw, maar dan de buitenkant niet, maar zo de garage met die auto's. Hoe vet zou het zijn? Maar ja, mensen, dit is dus dit. En wat? Hier staat precies een manneke. Oké. Volgens mij is dit een geheime ingang. Oh nee, toch niet. Oh nee, echt niet. Wacht, misschien is dit een geheime ingang. Nee, dit is geen geheime ingang. Ik dacht even dat dit een geheime ingang was. Maar dat is een foutje bij mij. Geen geheime ingang. Maar ik denk dat we zo wat bijna alles hebben gezien. We kunnen hier misschien Vine Jackson Family. Maar dit moet toch iets zijn? Nee, dit is echt niks. Oké, daarna gaan we terug naar boven. Om te kijken. Waar is die lift nu weer? Ah, hier. Oké, dan gaan we terug even kijken. Even zien. Vloer 2, wat is dat? Vloer 2. Living, oké. We gaan even kijken, zijn we hier al geweest? Ik denk, jawel, hier zijn we al geweest. Volgens mij hebben we zo wat alles bekeken. Nu moeten we alleen nog even de buitenkant bekijken, want de buitenkant is ook wel echt mooi. Oei, ik heb er nog de painting kapot gemaakt. Wat is dit? Mensen, oké. Fitnessruimte, denk ik. Ah nee, slaapkamer. Tuurlijk, Iron Man moet ook slapen. Hier heb je dan nog een tv die we per ongeluk kapot hebben geslagen. Hier nog een bad. Wel een klein bad, maar oké. Nog een wc'tje. Ja, vet. Wauw. Je kan ook gewoon die wc dicht doen. Kappa. Hier heb je dan nog een mooie versiering. Nice. En hier kan je weer de lichten uitdoen. Ja, wow. Mensen. Je kan hier ook gewoon... Oh, dat is zo nice als je hier de lichten uitdoet. Dan wordt het echt donker. Wauw, zo vet. Oké, daarna gaan we terug naar buiten. We gaan even de uitgang zoeken om terug naar buiten te gaan. Hoe gaan we dat vinden? Ja, ik ga even de uitgang zoeken. Ik zie jullie zo meteen terug. Zo mensen, we lopen uit mijn dikke villa. We gaan naar buiten. En dan gaan we even rondvliegen. Alsof het niks is. We doen even dit helmpje aan. Mensen, zie dit. Stel je voor, je hebt dit in Mytopia. Wauw, man. Ik vind het echt vet. Wie dit heeft gebouwd, het dikke is zo naar jou, man. Want dit is echt wel... Wauw, man. Dit is echt zo dik. Alleen vond ik dat de afwerking via buiten een beetje mooier kon. Maar natuurlijk, het gaat natuurlijk allemaal om het huis. Wauw. Zie, dit ziet er echt zo fucking vet uit, mensen. Wauw. Ja, mensen, ik ga dit even rustig afspelen met een muziekje. En dan zie ik jullie zo meteen terug. We'll be right back.
Ja, mensen, daar ben ik weer. Ik heb het even een beetje laten zien. Mijn filmkunsten zijn niet heel erg goed. Maar als jullie dit meer willen zien, dat ik van die supergrave gebouwen ga bekijken. Van die bekende gebouwen, van die ja, supergrote werelden bijvoorbeeld. Een echte stad, bijvoorbeeld Antwerpen. Ik weet niet, misschien is Antwerpen wel gebouwd in Minecraft, wie weet. Dan ga ik het voor jullie bekijken. Laat zeker weten wat jullie van deze video vonden. Ik zie jullie later. Bye bye.